Hij schreef hier een boek over met als titel Gesodemieter in Den Haag, over homofilie en de homovervolging. Den Haag, anno 1730. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, wat heeft zich dan voorgedaan? Dit klinkt allemaal heel naar. Ja, 1730 is het annus horribilis, het rampjaar. Daar worden dus in Den Haag, maar ook in andere plaatsen en streken van Holland en ook daarbuiten in de Republiek, homo's vervolgd. Maar ik moet daarbij zeggen dat daarvoor een hele tijd van tolerantie aan vooraf gegaan is. Een periode van tweede stadhouderloze tijdperk, 1702 begonnen met dood van de koning. Stadhouder Willem de Derde. Die overigens er zelf ook wat van kon. Dat wordt gezegd, is gewaagd om te zeggen. Kijk, niemand is erbij geweest in de slaafkamer, waar de echtelijke liefde al dan niet bedreven zou kunnen zijn. Het is ook huwelijk, hè, die was toch gericht op dynastische overwegingen. En in dit geval was het toch... de man werd op de vrouw gelegd en om te kijken of het echt gebeurde. De conceptie, nou, dat... Maar veel interessanter, de brieven. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel brieven van de vrouwen aan het Engelse Hof, die met elkaar roddelden, bezig waren. En ja, daaruit is ook een heleboel ontstaan van... eventuele... Ik ben altijd voorzichtig mee, hoor. Maar goed, terug naar 1730. Het begin van het tweede stadhouders tijdperk was in feite een vrij tolerante periode. Dat is wat je zegt. Ja, we moeten dan ook de term pruikentijd erbij betrekken. Den Haag als bestuurscentrum. Men had veel gezanten, ambassadeurs, maar ook van elders. Hè. We hadden een republiek en van elders, andere provincie, die hadden ook hun vertegenwoordigers. Steden, Delft, Dordrecht, noem maar op, hadden ook de vertegenwoordigers in Den Haag. Dus het was best wel een mondaine stad, dat Den Haag. En daarin, ja, getijden het... mannenleven met herenliefde. En dan zeg ik nog even die pruikentijd. Ja, men was al een beetje vrouwelijk om te zien. Hè? De pruik, maar ook de zoals je beschrijft, waren heerlijke tijden voor mannen die mannenliefde bedreven. En toen ging het ineens mis. Ja, nou ja, het is de hele tijd goed gegaan, hoor. Ja, 1730, ik denk 1729... is er in Utrecht op de ruïnes van de oude Dom. Hè, de Dom is voor een deel in de 1680 of zo is half omgewaaid. Op die ruïnes speelt zich het een en ander af. Waarbij dan in 1730 dan iemand betrapt wordt. En nog iemand, twee mannen dus, die sodomie bedreven met elkaar. Normaal zou dat niet zo opgeblazen zijn geweest. Maar in dit geval ging het om, Zacharias Wilsma. En dat was verhoor bleek, een sodomiet die wel van wanten wist. Oorspronkelijk in Friesland geboren. Als half wees door de landen getrokken is, diverse steden aangedaan heeft en daar zijn sporen, zijn netwerken heeft nagelaten. Toen die Wilsma begon te praten, ja, toen was hij van de Dam. Is het zo dat Wilsma op het moment dat hij daar in Utrecht was opgepakt ook aan een zeer indringend verhoor onderworpen is? Dat is die zeker, jazeker, jazeker. Kan je iets over zeggen? Nou, ze hebben hem lange tijd ondervraagd en daarna aanvankelijk zou hij ter dood worden veroordeeld. Wat gebruikelijk was voor deze straf, ofschoon het plakkaat nog niet bestond. Dat is pas in juli 1730 tot stand gekomen. Het plakkaat is eigenlijk een wet van de Staten van Holland. Hij is ondervraagd, maar men zag dat deze persoon wel interessant kon zijn als getuige, omdat hij zoveel namen noemde, in diverse gevangenissen, in diverse steden,
om hem te confronteren. Maar is het zo dat je door deze verhoren te bestuderen ook een heel goed inkijkje hebt gekregen over wat het toen was als je om sodomiet of homofiel of homo te zijn. Ik weet niet wat jij het zelf, je zegt zelf sodomiet geraakt. Ja, ja, want het woord homofilie, vergis je niet, is pas van na de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, goed. Ja. Om een sodomiet te zijn. Is het iets wat, kan je er iets over zeggen, hoe die cultuur was? Ja, dat is dan inderdaad uit de ondervragingen die bewaard zijn gebleven op het Nationaal Archief te reconstrueren. Ja, men had wel vaak een men was getrouwd voor het oog van de mens, hoefde niet. Het zijn open mensen. Men ging wel vrouwelijk om, men had wel zijn vrouwelijke trekjes. Maar ja, dat viel in die pruikentijd ook weer niet op. Het leven was als sodomiet dusdanig aangenaam. Ik weet bijvoorbeeld dat er in de Molenstraat in Den Haag, die bestaat nu nog, op een zolderverdieping, ja, bij wijze van spreken, wat we nu zouden noemen, orgies plaatsvonden op de midden van de dag. En daar liepen dan een heleboel kerels beneden heen en weer, moet je voorstellen, in zo'n straat. Waar klaagden de buren over? Ja, over het heen en weer lopen van die kerels. Dat vonden ze vervelend. Maar wat er boven gebeurde, dat was irrelevant. Ja. Dus, je had het in Utrecht over iets, dingen die zich op het terrein van de Dom afspeelden. Maar dit is iets binnenkamer. Was het zo dat het zich in Den Haag allemaal binnenkamers afspeelde? Nee, er waren in Den Haag etablissementen. Gelegenheden waar je die weer kan rangschikken in even snel een drinkgelegenheid. Maar waren ook herbergen waarboven je kon slapen voor een uur of voor een nacht. En voor de rest had je buitengelegenheden, te over zou ik haast zeggen, waarvan het Haagse Bos, nog steeds een bestaande gelegenheid is. Er zijn tradities die blijven voorbestaan. Maar goed, even terug. We waren in Utrecht. Daar is iemand gearresteerd wegens handelingen betreffende de sodomie. Wat is het verband tussen die gebeurtenis in Utrecht en de vervolgingen in Den Haag, waar uiteindelijk 14 mensen worden geëxecuteerd? Leg het even kort uit, want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Utrecht wordt iemand dus opgepakt en die wordt naar Den Haag gestuurd en gaat daar mensen verlinken of zo? Of hoe moet ik me dit voorstellen? Ja, die ondervragingen, kijk, een heel stel van de Haagse sodomieten is gevlucht. Men zag toch er. Sodomie kwam voor ook in het bestuur van Den Haag. Er zaten daar ook bij het Hof diverse raadsheren. In ieder geval één, Akkersloot. Die een partij was. Deze man die heeft waarschijnlijk mensen ingelicht. Zijn mensen weggegaan. Een netwerk is gebleven, maar wel denkende en ook afgesproken, hoor eens, we zeggen niets, we houden onze lippen stijf op elkaar. Er is niemand die het kan bewijzen. Wij zijn met z'n tweeën als we de daad gepleegd hebben. Dus wie zal ons wat kunnen maken? Totdat er eentje doorslaat. En dat zijn natuurlijk hele lange verhoren geweest. 3, 4, 5 keer wordt men verhoord. En op een gegeven moment begint er één naam te noemen. Dat doet men ook nog wel een beetje op een linker manier. Hè. Hij heeft die en die genoemd. En als zijnde dat hij daar omgang mee gehad heeft. U bent er ook bij. Ja, op een gegeven moment wordt die andere ook benauwd. En die denkt ook er gaat de hele tijd overheen hoor, snel gaat het niet. Maar dan zegt hij, als die en die genoemd heeft, dan weet ik er ook nog wel een paar. En zo kwam dat netwerk bloot te liggen. En uiteindelijk worden al die mensen gewoon opgepakt en verhoord. Ja, maar je moet wel even aantekenen, dit gaat om één netwerk. Hè? Het is eigenlijk maar relatief weinig wat er allemaal tevoorschijn. Ja, allemaal meer dan genoeg. Maar in feite, het gaat gewoon om één netwerk. Er zijn ook mensen die in het bos anonieme contact hadden met elkaar. En ja, daar zal niemand ooit van afgeweten hebben. Dit was echt het netwerk van ons kent ons. En dat is langzaam maar zeker opgepakt.
En ik denk in een 2 maanden tijd zijn ze allemaal aan de galg. Maar dat mocht. Die Utrechtenaar die verlinkt een aantal mensen, een heel netwerk. En dan zegt de rechtbank in Den Haag, jongens, kop eraf. Nou ja, dat kon gewoon in Nederland. Ja, nou ja, Nederland zegt u al die naam. In Den Haag. Nou ja, we zitten natuurlijk in de Republiek. Hè? En de wetten van Den Haag die gelden niet voor de hele Republiek. Ja? Voor de staten van Holland. Ja, die, maar op basis waarvan werden ze precies veroordeeld? Het plakkaat uit 1730. En wat stond daarin? Ja, daarin. Dus daardoor kan je opgepakt worden. Maar op een gegeven moment in 1730 is het plakkaat van Holland. Men vond het dus zo'n grote grensoverschrijdende, en dan ja, dat moet je steden, aan steden denken, grensoverschrijdende aangelegenheid, dat men gezegd heeft van we moeten de staat van Holland in laten grijpen. En toen is er een plakkaat gemaakt uit 1730. In 1730, en ja, dat zijn dan ongeveer 4 artikelen waarin sodomie, en dan wordt er nog wel expliciet bijgezet, ook het bedrijven van gelijkgeslachte verkeer tussen vrouwen onder elkaar. Dus dat is ook niet. Schijnbaar was dat ook al aanwezig. Ik wil deze mensen, die zijn, we hebben nog een half minuut, die zijn uiteindelijk gearresteerd, ondervraagd, veroordeeld, opgehangen en in zee gegooid. Weet jij waarom ze in zee gegooid? Ja, ook in hetzelfde plakkaat staat dat ze of verbrand of in de zee geworpen moet worden, omdat de stoffelijke lichamen zo zondig waren dat ze niet aan moeder aarde konden worden toevertrouwd. Dus ze zijn verzwaard met stenen de zee ingeworpen. Een kar die heeft ze de zee ingereden, zover als maar kon. Ja, een enkele keer is er nog eentje aangespoeld, maar dat zegt de overlevering, maar dat had ik niet bevestigd. Wat een treurig einde. We moeten dit afronden. Het boek heet Gesodemieter in Den Haag, J.A.M. van der Helm. Waar is het uitgegeven? Kierjaboek in Hoogwoud. Nou, in ieder geval staat hij op onze website. Vriendelijk bedankt.